Ik kwam hier binnen een aantal maanden geleden en ik merkte meteen dat het gewoon heel erg open Brabantse cultuur heerst. Ik kom van een grote organisatie af. Ik werk op de afdeling Global Communications. Dat betekent dat ik me bezighoud met social campagnes, social strategieën. Het opzetten van digitale campagnes voor Bavaria wereldwijd. Mijn eerste ervaringen bij Bavaria zijn erg goed. Ik ben nu anderhalve maand werkzaam hier. En ik had het niet beter kunnen treffen. Ja, super gaaf. Ik werk er nu 7 weken. En ja, we hebben natuurlijk meteen Maradona-campagne gehad in mijn tweede werkweek. Dus hoe vet is dat als je dat in je eerste weken kan gaan doen? Die is in 2 dagen tijd van scratch helemaal opgezet. Met een heel klein clubje mensen hebben we dat uiteindelijk gedaan. Dat was enorm hard werken, echt aanpoten. We hebben daar niet alleen de social strategie en de digitale strategie voor uitgezet, maar we zijn ook als een soort productieteampje aan de slag gegaan. Ik had bijvoorbeeld nog nooit bier op camera moeten laten zien, dus ik heb bierstylist moeten opbellen en gezorgd dat er mooie druppeltjes op de flesjes kwamen. Daarnaast speel ik als hand- en voetmodel in de film, wat natuurlijk heel erg uniek is. Ja, het was iets wat ik nog nooit had gedaan, dus het was super gaaf om dat te doen. Samenwerken, ondernemerschap en eigenaarschap. En van die 3 kernwaarden, ik zou denken dat samenwerken een hele belangrijke is. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in die Maradona-campagne. Dat we juist met een aantal mensen zo enorm goed hebben samengewerkt dat dan zo'n resultaat kan opleveren. Dat kan je niet alleen, dat moet je echt met elkaar doen. Eigenaarschap is bijvoorbeeld de Maradona-campagne. Je start net, je wordt in diepe gegooid, maar je zorgt natuurlijk wel voor dat alles goed verloopt. Het ondernemerschap past denk ik heel goed in mijn rol, want ik moet iets gaan opzetten wat nog niemand heeft gedaan eigenlijk. Samenwerken past daarnaast denk ik ook goed binnen ons team, want als team moeten wij heel veel schakelen eigenlijk met alle landen. We zitten in een global afdeling en dat is natuurlijk super gaaf om deel van uit te maken. Dus dat is echt de reden waarom ik voor Bavaria heb gekozen.